Hallo, mijn naam is Aukje Meens. Ik ben trainer en onderwijsadviseur bij onderwijsadviesbureau Dekkers. Ben jij benieuwd hoe jouw studenten nog gemotiveerder zijn tijdens jouw lessen? Hier volgen 4 tips. Tip 1. Sluit aan op het niveau van de student. Studenten leren het meest als de lesstof aansluit op hun niveau. Dit wordt ook wel de zone van de naaste ontwikkeling genoemd. Dit houdt in dat de lesstof niet te moeilijk moet zijn en niet te gemakkelijk moet zijn voor de student. Het is uitdagend als het net buiten het bereik van de student valt. Wanneer je een klas met 25 studenten hebt, kan het lastig zijn om op alle niveaus aan te sluiten. Maak daarom gebruik van opdrachten die aangepast kunnen worden op de verschillende niveaus in je klas. Je kunt bijvoorbeeld bij het vak rekenen werken in 3 niveaus. Niveau 1 maakt met jou samen de rekenopdracht. Niveau 2 maakt zelfstandig de opdracht. En niveau 3 verzinnen zelf eigen rekenopdrachten en laten deze opdracht door andere studenten maken. Zorg daarnaast dat je tijdens de les tijd maakt om extra instructie te geven aan die studenten die het nodig hebben. Tip 2. Gebruik veel afwisselende actieve werkvormen. Maak gebruik van werkvormen waarbij de studenten zelf actief bezig zijn met de lesstof in plaats van dat ze veel tijd naar jou luisteren. Studenten kunnen bijvoorbeeld een filmpje maken waarin ze laten zien wat ze al weten over de lesstof of hoe ze een vaardigheid uitvoeren. Ook kun je studenten in groepjes een rollenspel laten spelen waarin ze de beroepshouding, kennis en vaardigheden laten zien. Ook discussiëren over een onderwerp van de les aan de hand van een vraag of stelling is een actieve werkvorm. Kies een werkvorm die past bij het doel van jouw les. Om op langere termijn ook gemotiveerde studenten te behouden, is variatie in de werkvormen belangrijk. Wissel dus regelmatig van werkvormen en probeer ook een nieuwe werkvorm uit. Tip 3. Maak gebruik van smartphones en laptops tijdens de les. Studenten maken de hele dag gebruik van hun mobiel, laptop of iPad om onder andere te WhatsAppen en Facebook en Instagram te checken. Dus waarom laat je studenten hier ook geen gebruik van maken tijdens jouw lessen? Studenten kunnen bijvoorbeeld zelf een digitale quiz maken over de lesstof op de website kahoot.it. De gemaakte quiz speel je vervolgens met de hele klas aan het eind van de les. Ook kun je aan het eind van het project studenten een digitale poster laten maken met bijvoorbeeld smoor.com. Beide tools zijn eenvoudig te gebruiken, waardoor studenten er meteen mee aan de slag kunnen. Tip 4. Laat studenten samenwerken. Een sterke controle in wat studenten doen voor school werkt demotiverend. Wanneer je studenten laat samenwerken, geef je hen de verantwoordelijkheid en de ruimte om zelf een keuze te maken in hoe zij samen de taak gaan maken. Merk je dat jouw studenten het nog lastig vinden om met de verantwoordelijkheid en de ruimte om te gaan tijdens een samenwerkingsopdracht? Start dan in eerste instantie met korte samenwerkingsopdrachten die in de klas uitgevoerd worden. Maak de opdrachten daarna steeds groter en complexer als je merkt dat de samenwerking steeds beter verloopt. Tijdens het samenwerkingsproces kun jij studenten ondersteunen door veel open vragen te stellen over het proces, zodat zij zelf gaan nadenken over mogelijke oplossingen. Ik hoop dat de tips jou gaan helpen in je les. In ons nieuwe studieloopbaanboek voor mbo-studenten, genaamd 100% jezelf, heb ik ook de tips verwerkt. Ik zal een voorbeeld geven. Met 1 opdracht gaan studenten ervaren en inzien hoe zij functioneren in de groep. Hierdoor leren studenten zichzelf beter kennen, waardoor het zelfbeeld ontwikkelt. Met deze opdracht bespreken studenten gezamenlijk een casus. Zij moeten samen beslissingen nemen zonder dat ze gaan stemmen of gemiddelden gaan nemen. Het overleg van de groep filmen ze met een mobiel van een van de studenten. Ze gaan na het overleg het filmpje terugkijken en bespreken hoe zij vinden dat ze hebben samengewerkt en hoe zij vinden dat ze functioneren in een groep. Deze opdracht kunnen studenten op het eigen niveau uitvoeren. Ze zijn actief bezig, ze mogen een smartphone gebruiken en zijn aan het samenwerken met andere studenten. Kortom, alle 4 tips zijn hierin zichtbaar. Wil jij meer informatie over het motiveren van studenten of het werkboek 100% jezelf? Neem dan contact op via het onderstaande e-mailadres.